Goedemorgen, ik ben Bart, ik ben calamiteitencoördinator bij de Vermeulengroep. Vandaag gaan we een dagje meedraaien in de calamiteitenronde, wat er allemaal gebeurt bij ons. Mijn naam is Jeroen van der Mark, ik ben momenteel botchauffeur bij de Vermeulengroep. Nou, dit is mijn voertuig, daar doe ik de dagelijkse check-ups mee. Zowel verlichting als controle van de uiterlijke staat, of die nog schoon is, de reflectie nog goed is. Nou, kijk altijd of de banden hard zijn, verlichting werkt. Flitsers doen het, richtingwijzers doen het. Controleer ik de borging of die vast zit. Dat kan ik hier beneden zien. Heb ik al gecontroleerd, zit vast. Hiermee laat ik hem zakken. En zie ik tegelijkertijd dat de pijl brandt. Dat is voor mij het teken dat, dat alles goed gaat. Ja, je mag hem uitzetten. Nu bijzondere dingen wat? Oh, kijk al. Lekker rustig. Nou, dan wens ik jou welterusten en een fijne dag. Nou, we zijn momenteel proberen het incident te bereiken. Dat doen we via de vluchtstrook. Valt niet altijd mee, dus we doen dat met de nodige voorzichtigheid. Voor iedere veiligheid. Dus. Ja, we hopen uiteraard op het begrip van de medeweggebruiker dat ze enigszins een beeld hebben van wat we aan het doen zijn. En daar een beetje op anticiperen. Ik moet hem sowieso voor het voertuig houden. En dit is de goede vrije werkruimte voor de hulpverleners. Minimaal 100 meter, nou, dit is meer. Dus nu gaan we eruit om wat kegels te plaatsen. Nou, momenteel staan we bij een ongeval. Vrachtwagen met een personenwagen. Komt wel vaker voor hier ook. Een beetje een rare situatie. Komen ze bij elkaar. Voor rijbaan wisselen. Nou, dan raken ze elkaar aan. Dus, achter mij staat er een auto. Die heeft contact gekomen met de vrachtwagen. En ja. We hebben even veilig gesteld, twee rijstroken. En daar komt de berger, die komt achter mij, komt hij het voertuig ophalen. Nou, we hebben hier een proefopstelling gemaakt van een wegafzetting. En dat zijn de welbekende Andreas strips. En de mensen die er nog nooit overheen gereden zijn, die weten niet wat het zijn. Het is bedoeld om mensen te attenderen dat er iets staat, zeg maar een wegafzetting. En dat mensen van baan moeten wisselen. Daar zijn die dingen voor. En om karren en mensen te beschermen. Ja. De pijl is redelijk zichtbaar, zou ik maar zeggen. En de mensen die hem missen, ja, die moeten misschien bij zichzelf te raden gaan. Dat is op de weg niet. Pechmelding gekregen. We zaten net even aan de koffie. We hebben pechmelding, vrachtwagen met pech. Rechts voor, lekker band. Ja, we zijn erheen gegaan, hebben de situatie veilig gesteld, kwamen aan. Er waren nog geen kruisen aangevraagd. In verband met momenteel zat de vrachtwagen nog veilig. Voordat de berging begint, hebben we even contact opgenomen met de weginspecteur. Kruis overlegd, aangevraagd. En de afzetting geplaatst. Nou gaan we kijken of we eventueel helpende hand kunnen bieden. En kijken of ze de band gaan vervangen of dat die echt afgesleept moet worden. Hij is er ook vier eruit gehaald, zoals je ziet achter mij. Om de berg de ruimte te geven om in te kunnen voegen, zonder hinder van het verkeer. Nou, momenteel mijn collega die begint met de kegels op te ruimen. En dan gaan we terug de strippen ophalen, om de regelstrippen. En dan gaan we opruimen en dan gaan we wachten op de volgende. We staan hier bij Botsabsorbers, een onderdeel van onze incident management team. Een voertuig om de mensen te beschermen als de actiewagen geplaatst wordt of strippen. En om het incident te beschermen, daar sta ik voor bedoeld. Het voertuig is verzwaard zodat hij aan bepaalde gewicht voldoet, zodat hij niet van zijn plek af gaat, zodat er een aanrijding ontstaat. Een deel hiervan is kussen,
Dat is bedoeld om zeg maar de energie te absorberen van het inkomende voertuig. Ja, het is zogezegd 100 km kussen. Dus dat wil zeggen dat met 100 km per uur tot een gewicht van plus minus maximaal 1500 kilo. Iedereen moet overleven als het goed is. We gaan er niet vanuit, we hopen er niet op. Het kan wel. Oké, is goed, komt eraan. Oké, hoi hoi. A4 links, 51,7. Rijstrook 3, er staan een paar vrachtwagens, wat ik begreep. Zware berging wordt nou opgestart. We zijn ondertussen aangekomen bij incident 3 van deze dag. Zoals je ziet en zoals gefilmd wordt, hebben we de bots bij het puntstuk gezet. Dat zijn op de snelweg altijd hele gevaarlijke situaties, want mensen kunnen daar nog wel eens twijfelen welke richting ze kiezen. Of op het laatste moment van richting willen veranderen. Vandaar dat we dit met een bots doen. Er staat een hele grote zware vrachtauto met pech. Die is zo zwaar dat hij niet afgekleed kan worden. Dus ze gaan hem repareren, proberen. Daarom hebben de mensen veilige werkruimte nodig. En daarom hebben we ook de bots neergezet, zodat iedereen weer zijn ding veilig kan doen. En dat is onze kerntaak voor dit moment. Hier zit ook een onderdeel van onze werkzaamheden bij incident management. Hier is veel onbegrip over. Een voertuig staat op de vluchtstrook en toch gaat de rijstrook uit. Het is allemaal bedoeld voor de veiligheid van de bergen, eventueel reparateur. Zodat mensen in en rond het voertuig een veilige werkplek hebben om hun werkzaamheden te verrichten. We besluiten vaak om een rijstrook eruit te halen als het voertuig te dicht bij de kantstreep staat. Zodat de situatie zeer onveilig wordt. Hierbij ziet u een incident waar twee rijstroken geblokkeerd zijn. In overleg met Rijkswaterstaat wordt er dan wel eens besloten om de vluchtstrook te gebruiken als rijstrook. Dat ziet er voor de weggebruiker raar uit, maar volg de aanwijzingen en rij rustig, dan is er niets aan de hand. Dan kunt u gewoon uw weg vervolgen. Hier ziet u een situatie die redelijk vaak op een dag voorkomt. Zo'n ongeval dat kunnen we beperken tot één rijstrookafzetting. Daarin kan iedereen veilig zijn werk doen. Uiteraard vragen we wel begrip voor de situatie en dat u uw snelheid een beetje beperkt. Want een ongeluk zit ook voor ons in een klein hoekje en iedereen wil graag veilig naar huis toe. Als u rekening en begrip kunt houden met ons, dan zijn we daar ook zeer erkentelijk voor. We staan nu op de A12 richting Den Haag, ter hoogte van het Gouwe Aquaduct. We hebben een calamiteitenmelding gehad, omdat er een spoedschade is aan het asfalt. Na het plaatsen van de rijstrookafzetting is de situatie veilig gesteld. We hebben erop de asfaltploeg ingeschakeld, die kunnen starten met de herstelwerkzaamheden aan het asfalt. Na het frezen hebben we geconstateerd dat er ook een schade zit aan de constructie. Die schade zijn we nu goed aan het bekijken en gaan we daarna herstellen. Waarna het asfalt een nieuwe deklaag zal krijgen. En met de spits zal de rijstrook er vrij worden gegeven en kan al het verkeer weer doorstromen. Ik ben Sliep Vermeulen, ik ben een van de directeuren van de Vermeulen Groep. We hebben een video gemaakt en die video die je laat zien voor een stukje veiligheid op de weg. Met name incident management en afzettingen en verkeersmaatregelen die we plaatsen op de weg. Onze aandacht gaat uit naar een stukje veiligheid. Veiligheid voor ons, maar ook zeker u als weggebruiker. Het negeren van rode kruisen, het negeren van verdrijfpijlen is voor ons vaak een belangrijk iets dat de weggebruikers nog steeds doen. We hebben botsabsorbers, we hebben actiewagens, we hebben verkeerskegels en dergelijke. Maar nog blijft onze veiligheid in het toch een vorm van bedreiging. In ieder geval met deze video kunnen we laten zien
dat er in ieder geval de nodige aandacht besteed moet worden aan een stukje veiligheid. We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook zeker voor u als weggebruiker. En ik dank u zeker voor deze aandacht.